In het recente verleden was het vooral de Randstad die groeide ten opzichte van de rest van het land. Vanaf 2008 is deze groei versneld. Dit geldt ook voor de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Voor dit WLO-rapport hebben het PBL en CPB verkend waar het aantal inwoners, huishoudens en banen zal groeien en met hoeveel. Centrale vraag is of de sterke groei van de Randstad en steden zal doorzetten of niet. In het scenario hoog zet de concentratie inderdaad door. De vier grootstedelijke regio's en de Randstad kennen bevolkingsgroei. Buiten de Randstad groeien vooral de stedelijke regio's rondom Groningen en Arnhem-Nijmegen. Opvallend is echter dat zelfs in dit scenario er krimp is in enkele grensgebieden. In het scenario laag is krimp in veel gebieden zichtbaar, aan de grens zelfs forse krimp. Voor veruit de meeste regio's is groei dus geen vanzelfsprekendheid meer. Een flink aantal regio's kent in het scenario laag stabilisatie of krimp van de bevolkingsaantallen. Hoewel in beide scenario's de bevolking vooral in de Randstad en de steden groeit, groeit het aantal huishoudens in veel meer gebieden. Dit komt doordat het aantal personen per huishouden gaat afnemen, vooral buiten de Randstad. Deze zogenaamde huishoudensverdunning betekent dus dat de woningvraag zal toenemen, ook buiten de Randstad.